geweldig. Wat ben ik blij dat we als architect gewoon eigenlijk vandaag gewoon eigenlijk aan het werk zijn. En we hebben gewoon eigenlijk een behoorlijke uitdaging voor de boeg. We zijn er vol mee bezig. Ik ben gevraagd naar alle dingen ook van interview van Floortje om een casus te presenteren. Overigens heel belangrijk te noemen, en dat ga ik nog een keer benadrukken. Het zijn niet projecten die in de kast eindigen. We presenteren vandaag eigenlijk een project waar we nog steeds mee bezig zijn. Maar we vooral inderdaad heel veel van geleerd hebben. Prodoc, eigenlijk opdracht van Port of Amsterdam. Eigenlijk een opdrachtgever met enorm veel ambitie die ook zijn nek uitsteekt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het is een concept voor ondernemers. Ik ga gewoon iets te snel. Voor ondernemers die onder meer actief zijn op het gebied van circulair, biobased, energietransitie, digitalisering en circulair bouwen hoort uiteraard gewoon bij. Deze vraag moesten we ook gewoon vanavond beantwoorden. Waarom is het zo moeilijk om materiaal te hergebruiken? En eigenlijk in ons geval gebouw delen. Want dat is eigenlijk denk ik veel complexer nog om kleine delen te hergebruiken. Maar eigenlijk het gaat vooral om de upscaling, hoe kunnen we gewoon eigenlijk grotere delen, en volgens mij gaan we ook gewoon vanavond ook voorbeelden zien van volledige gebouwen die eigenlijk gebruikt worden. We hebben ons de opgave gesteld toen om het meeste circulair gebouw van Amsterdamse haven eigenlijk te realiseren. Dat was ook een tender en deze opdracht hebben we gezegd ja, dat willen we graag. Hoe werken we gewoon binnen het bureau? WRK, ben ik gewoon architect partner van. Zijn we met een bureau van ongeveer 20, 25 mensen aan het werk. Gebruiken wij voor ons 5 klimaatproof design principles die wij in alle ontwerp eigenlijk gewoon toepassen. Waar ontwerp circulair, gebruik hout en bouwbase alternatieven. De materiale piramide eigenlijk als leidraad om beter te bouwen en een betere combinatie van materialen. We laten ons inspireren door de natuur en we gaan voor Paris Proof. Dat wil zeggen dat alle onze ontwerpen gaan eigenlijk voor berekend aan CO2. Zo kunnen we toetsen ook wat we doen en de resultaten. Waar het specifiek vanavond om gaat, is de circulaire en de 10R, die gewoon eigenlijk gebruikt worden voor circulair ontwerpen. En de specifieke thema, bouwen met wat er is voornamelijk reuse. En het is een hele kleine onderdeel eigenlijk van de schijf die de integraliteit van wat circulair bouwen zou moeten zijn. Het is overigens als bureau niet iets dat we heel vaak doen, maar daar hebben wij de kans gehad om een keer mee te ervaren. Wij hebben in dit ontwerp eigenlijk een centrale hal van 3000 meter met een glasdak. Overigens gewoon allemaal gebouwd met biobased materialen. Het is een soort van tinder eigenlijk van de bouwketen werd eigenlijk, zoals net gewoon al zegt, een glaskap gewoon eigenlijk aangeboden. Vlotte glaskap van 20 jaar, zoek je een nieuwe partner om samen oud te worden. Nou, we dachten gewoon, nou, laten we maar even kijken of deze opdrachtgever, het team waar we gewoon mee samenwerken, eigenlijk een kans ziet om dit toe te passen in het project. Dan heb je ook gewoon een opdrachtgever nodig die ook hiervoor gaat. En die ging ervoor en die heeft ons gevraagd, nou, laten we maar even kijken of het lukt. We zijn eigenlijk aan de slag gegaan. Het is gewoon eigenlijk best wel een leuk schema om vandaag te tonen. En eigenlijk zijn we eigenlijk een beetje op zoek gegaan als architect. Dan ben je gewoon een beetje in de lead, hè, van hoe gaan we dat doen. Op zoek naar een soort van circulair ketenrecept. Dan word je een soort van chef-kok. En moet je gewoon kijken van, nou, zijn al die partners met wie we samenwerken bereid om dat te doen? Hebben we gewoon gedaan? Hebben we iedereen benaderd? Hebben we gewoon quickscan laten maken? En uiteraard met één doel, een prijsindicatie, risico's en garantie. En de opdracht zegt, we gaan ervoor als we gewoon weten uiteraard dat we hier kunnen uitkomen. Quickscan. Het was ook een match. Dus gewoon hoe bijzonder het is dat je gewoon een keer in een voorlopige ontwerpfase, dus voor mensen die niet architect zijn, aan het begin van een ontwerptraject eigenlijk één op één een dak vindt in zijn geheel. Hè? Dus gewoon constructie, houtconstructie, staalconstructie, glas. Die één op één bijna past eigenlijk op het ontwerp waar je gewoon bezig bent. Nou, een unieke kans. En ik vind het gewoon eigenlijk heel vervelend om weer over geld te praten in een inspirerende
avond zoals deze, maar toch, daar gaat het om. En eigenlijk, ik ga niet heel veel in detail, maar een nieuw dak links en eigenlijk wat eigenlijk de stapeling van de demontage, de opslag waar we eerder gehad hebben, de hermontage en eigenlijk zonder alle risico van dien die daarbij komen, kost er gewoon kaal 3 keer zoveel als een nieuw dak. Dat doet echt pijn. Ik maak gewoon altijd een leuke anekdote daarvan. Het is gewoon ook een soort van vergelijking. Vliegtuig is op dit moment goedkoper om te reizen dan met de trein reizen. Nou, zolang vliegen goedkoop blijft, dan gaan we gewoon natuurlijk niet met de trein reizen en gaan we niet de goede kant op. Nou, dit is gewoon een soort van fragment van de opdrachtgever. Nou, persoonlijk denk ik dat het complex verhaal wordt, mede door dat componentbreuk. Nou, dan heb je natuurlijk een opdrachtgever die begint terug te kabbelen, ondanks het feit dat ze gewoon enorm gemotiveerd waren om hier mee te werken. Nou, even een hele snelle en korte conclusie. Uiteindelijk zien we vooral dat de markt er nog niet klaar voor is. Maar, nou, wat dat ook gewoon net gezegd, we zijn enorm hoopvol. En zien eigenlijk onze rol ook als architect om de bouwsector en onze eigen praktijk voortdurend uit te dagen. Nou, als conclusie, niet gebouwd, veel geleerd. We moeten eigenlijk naar een circulair ketenproces. Ik hoor vanavond dat wij ook een deel van antwoord gaan krijgen. Zoals bijvoorbeeld bouwen voor de toekomst. Bestendig, flexibel met ketenpartners, demontabel bouwen. Dat was in ieder geval een oplossing die wij verder in product uitgewerkt hebben. Misschien is overheidssubsidie nodig, andere normen voor de circulaire transitie. Wellicht een nieuwe DNR, maar ik hoor dat mensen ook druk bezig zijn met een nieuwe vorm van regelgeving. Ben ik echt benieuwd naar. En wellicht dat wij arbeid goedkoper moeten maken en nieuwe materialen duurder. Ik ben benieuwd naar het vervolg van de avond. Dank jullie wel.